Hallelujah. Hallelujah. Our God is still a miracle working God. Onze God is nog steeds een wonderwerkende God. Amen. Hallelujah. Get ready for your miracle today. Word klaar voor je wonder vandaag. Amen. I love the Eurospirit. Ik hou van Eurospirit. I love the Holy Spirit. Ik hou van de Heilige Geest. But I love the spirit that people have here. Maar ik hou van de geest die hier bij de mensen is. So we easily connect. Dat is makkelijk om samen te zijn. And I appreciate Bert and Ellen, your generals. En Bert en Ellen, jullie zijn als generaals. And I see you in the spiritual eyes. En ik zie je met geestelijke ogen. God bless you. God zegen jullie. It's an honor to be connected to you, really. Om met jullie verbonden zijn is Amen. Geweldig. And for the Dutch to meet the German, that's a miracle. En voor de Duitsers om met de Nederlanders samen te komen, dat is al een wonder. But it is possible in the spirit. Amen. Maar in de geest is alles mogelijk. Hallelujah. Hallelujah. Listen, today God wants to move gloriously. Vandaag wil God op een glorieuze wijze bewegen. Amen. He wants to transform your lives. Hij wil je levens transformeren. He wants to start something new. Hij wil iets nieuws beginnen. He wants to empower you. Hij wil je bekrachtigen. He wants to release you. Hij wil je vrijzetten. Do not keep what you receive during these days to yourself. Dus hou niet vast alleen voor jezelf wat je vandaag ontvangt. But the glory you receive today. Maar de glorie die je vandaag ontvangt. Carry it to your respective places. Draag het naar de verschillende plekken waar je heen gaat. And let the glory fire kindle many more fires. En laat het vuur van de glorie nog meer vuur aanwakkeren. Amen. Amen. We are not just here to enjoy the goosebumps of the Holy Spirit. We zijn niet alleen maar hier om de Heilige Geest zelf voor onszelf te ervaren. Goosebumps. Ja, de kippenvel. Amen. Yes. Van de Heilige Geest. We are here to receive power. We zijn hier om kracht te ontvangen. And as we receive, we are about to share. En om het uit te delen. Amen. Amen. Hallelujah. I want to speak about the glory of God today. Ik wil over de glorie van God spreken vandaag. God has created you in His image. God heeft je in Zijn beeld geschapen. So you are beautiful. Dus je ziet er mooi uit. Your spirit, soul and body was created to carry the glory of God. En je ziel, lichaam en geest zijn geschapen om zijn glorie te dragen. He has created you to reflect his glory. Je bent gemaakt om zijn glorie te weerspiegelen. Amen. Amen. But today we see so little about the glory of God in our lives. Vandaag de dag zien we zo weinig van zijn glorie in onze levens. And this is changing today. En dat gaat vandaag veranderen. Amen. Amen. God will release glory to your lives today. God zal de glorie vrijzetten over je leven Amen. Vandaag. Now I'm a German. Ik ben een Duitser. And there was a great musician in Germany. En er was een muzikus in Duitsland. In the 18th century. In de 18e eeuw. By the name of Johann Sebastian Bach. En zijn naam was Johann Sebastian Bach. Oh, you're listening to the German music. I knew. Ja, jullie luisteren naar Duitse muziek. Ik wist het. Okay, Johann Sebastian Bach. He wrote some of the most magnificent church music. Maar hij schreef geweldige kerkmuziek. He was heavily anointed. Hij was zeer gezalfd. If you check his music sheet, it's very interesting. Als je naar zijn muziek kijkt, is heel interessant. At the very top, he would write two letters. Daarbovenin schrijft hij twee letters. J.J. J.J. And J.J. was Latin for Jesus Juva. En zijn Latijnsnaam was Jezus Jehovah. No, Jesus Juva. Jesus Juva. Which means. En dat betekent. Jesus help. Jezus help. Amen. So as he started writing his songs, he was depending on Jesus. Terwijl hij zijn liederen schreef, maakte hij zich afhankelijk van Jezus. And the glory of God would settle in that place. En de glorie van God kwam op die plaats. And he would start writing him the most magnificent songs. En hij begon de meest geweldige liederen te schrijven. And after he finished writing his songs, wanneer hij daarmee klaar was, he would always finish with three letters. Dan eindigde hij met drie letters. S-D-G. S-D-J. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Amen. All the glory belongs to God. Alle glorie behoort aan God. Hallelujah. I want my life to be lived like that. Ik wil dat mijn leven er ook zo uitziet. I want to be a Jesus Juva. Jesus help me. Ik wil zijn als een Jesus Juva. Jezus, help me. Vul mij. I need your power. Ik heb uw kracht nodig. I need your glory. Ik heb uw glorie nodig. I need you. Ik heb u nodig. As he comes and fills us. En als hij komt en je vult. I want to reflect his glory. Dan wil ik zijn glorie weer spiegelen. And when I die. En wanneer ik sterf. I want people to say. Dan wil ik dat mensen all zeggen. All the glory goes back to God. Al de glorie gaat terug naar het huis. Amen. Amen. God wants you to be glorious today. God wil dat je vol van zijn glorie It bent vandaag. It is time for the Church of Netherlands to get up. Het is tijd dat de kerk gaat opstaan vandaag. It is time for the church in Europe to wake up. De kerk in Europa moet wakker worden. And to take your legal and rightful position. En om je wettige positie in te nemen. And your position is a glorious position. En dat is een glorierijke positie. God wants his body to be glorious. Hij wil dat zijn lichaam vol van glorie is. Not weak. Niet zwak. No, some of us, we behave like this. Soms gedragen we ons zo. Oh, sorry, I'm a Christian. Oh, sorry hoor, maar ik ben een christen.
I'm very sorry. I apologize. I'm a spirit-filled Christian. Sorry, ik verontschuldig mij. Ik ben een geestvervulde Christen. That's not very glorious. Dat is niet echt vol van glorie. If the glory of God is on your life, als de glorie van God op je you leven become is, as bold as a lion. Dan word je stoutmoedig zoals you een leeuw. You can speak, hallelujah. Je zal spreken. You can release power. Je kan kracht vrijzetten. You can break yokes. Je kan de jukken you breken. You take authority. Je kan autoriteit nemen. Because the Bible says. Want de Bijbel zegt. Right now. Nu, vandaag. I am seated with Christ in heavenly places. Ik ben gezeten met Christus in hemelse plaatsen. I don't know about you. Ik weet niet hoe het met jullie but is. I am seated with Christ in heavenly places. Maar ik ben now. Samen met Christus gezeten in de hemelse plaatsen. Above every demon. En elke demon. Above every principality. En elke overheid. Even above Satan himself. En zelfs Satan zelf. And Satan belongs under. Hij zit onder onze. Now, if you have a message for the devil. En als je een boodschap voor de duivel hebt. Just write it here. Schrijf het dan hier. So he can read. Zodat hij het kan lezen. Amen. He belongs under your feet. Hij behoort onder je voeten. But you must know who you are in Christ. Want je moet weten wie je bent in Christus. You are a glorious people. We zijn een glorieus volk. Turn to your neighbor and say, neighbor, I can see the glory of God in you. Zeg tegen je buurman, ik kan de glorie van God in je zien. See, some of you don't even believe it. Sommigen van jullie die geloven dat niet eens. Because you only see with physical eyes. Want je kijkt alleen maar met je fysieke ogen. But with spiritual eyes, there are people here that are full of glory. Maar met je geestelijke ogen zijn die allemaal mensen vol van de glorie. Some of you are touched by the glory already. Sommigen van jullie zijn al aangeraakt door de glorie. Amen. Hallelujah. In the Old Testament there was a specialist on glory. In het Oude Testament was er een speciale glorie. If you want to learn about glory, study Moses. Als je daarover wil leren, begin in Mozes. Moses knew how to trigger the glory of God. Hij wist hoe die glorie aangetrokken kon worden. He carried the glory. Hij droeg die glorie. He was a glory junkie. Hij was een junkie vol van glorie. I mean, listen, if you get this stuff, you're hooked. Als je dit kan pakken, dan raak je eraan verslaafd. You are hooked. You are addicted. Je bent eraan verslaafd. Yes, once you touch the glory. Als je die glorie eenmaal aanraakt. Amen. Moses. Old man. Als een oude man. More than 80 years old. Meer dan 80 jaar oud. He climbs the Mount of Sinai. Hij gaat de berg Sinai op. And he was sweating. En hij is zweten. He climbs up. Hij klom helemaal naar boven. And he disappears in the glory. En hij verdwijnt in de glorie. Now the Bible says in Exodus 24 and 17. Nou, in Exodus 24 vers 17 zegt de Bijbel het volgende. To the Israelites. Voor de Israëlieten. The glory of the Lord. Was de glorie van de Heer. Looked like. Die leek op. A consuming fire als een verterend vuur on top of the mountain. Bovenop de berg. Amen. But Moses went into that fire and he was not burned. Maar Mozes ging dat vuur binnen en hij verbrandde niet. They only saw he is disappearing in the fire. He's gone. De Israëlieten zagen alleen dat hij verdween in het vuur. It was not fire. Maar het was geen vuur. It just looked like fire. Maar het leek op vuur. The glory looked like fire. De glorie lijkt op vuur. Now many of you know that glory means heaviness. Maar hoeveel van jullie weten dat glorie draagt zwaarte met zich mee? De zwaarte van God. When God comes, there's a good heaviness. En wanneer God komt, dan is er een soort zwaarte. When God comes, some people can't stand. Dan kunnen sommige mensen niet meer blijven staan. Amen. Listen. When Solomon inaugurated the temple. Wanneer Salomon met zijn tempel was, the glory of God came, dan kwam de glorie van God daar binnen. And the priests could not stand. En de priesters konden niet meer blijven staan. So if you can't stand, dus als je niet meer kan blijven staan, what do you do? Wat doe je? If there's no chair, als er geen stoel is. I mean, they were charismatic before the charismatic movement. Ze waren al charismatisch voordat er een charismatische beweging Halleluja! Was. They were enjoying the presence of God there. Ze genoten van de tegenwoordigheid van God. Halleluja! Today you can enter that glory. Vandaag kan je ook die glorie binnengaan. So Moses walks up the mountain. Dus Mozes ging die berg op. He spends 40 days in the glory. En hij spendeerde 40 dagen in de glorie. Not eating. En hij at niets. And God says, your people are messing up. Go down. En God zei, het is een beetje een zootje daar beneden. Ga naar beneden. So this old man, he runs down the mountain. Dus die oude man die rent naar beneden. Now he has fasted more than 40 days. En hij heeft nu meer dan 40 dagen gevast. Remember, this guy is 80 years old. En hij is al 80 jaar oud. And he reaches down, he is tired. En hij is moe en hij gaat naar beneden. You would think he is tired. En je zou denken dat hij moe was. But he is not tired. Maar hij is helemaal niet moe. The Bible says his face was beaming. En de Bijbel zegt dat zijn feest die gloeide. He had been recharged by the glory. Hij was aangeraakt door de glorie. He was not hungry. Hij was niet hongerig. He was strong. Hij was sterk.
and he judged the people of Israel. En hij raakte het volk van Israël aan. He destroyed the golden calf. Hij vernietigde het gouden kalf. And now you would say it's time to go to McDonald's. Come en nu on. Zei hij, kom, we moeten nu naar McDonald's. Moses, you're hungry by now. Maar als je nog steeds honger hebt. It's been more than 40 years. Het is meer dan 40 dagen. Amen. Amen. But Moses does not go to eat. Maar Mozes start niet om te eten. He goes to the tent of meeting. He needs some more glory. Hij gaat naar de tent van de samenkomst, want hij heeft nog wat glorie nodig. He was a glory junkie. Hij was verslaafd aan de glorie. He needed more glory. Hij had meer daarvan nodig. He spent some time in the glory. En hij spendeerde meer tijd in de glorie. And after he's finished, en nadat hij klaar was, he comes out, komt hij eruit. And you think his first way would be to Burger King. En je zou denken, hij gaat meteen naar de Burger King. He did not go to Burger King. Meteen. This old man runs up the mountain again. Maar hij rent weer die berg op. 80 years old. 80 jaar oud. Has fasted more than 40 days. Meer dan 40 dagen gevast. Still strong. Nog steeds sterk. Still running fast. En hij rent nog steeds hard. En hij gaat weer naar boven. He enters the glory of God. En hij gaat opnieuw die glorie van God binnen. Wow. He spends 40 more days. En nog, hij spendeert daar weer 40 dagen. Not eating. En hij at weer niets. After about 80 days, more than 80 days. En na meer dan 80 dagen. He comes back. Komt hij terug. Strong. Sterk. Beaming. En hij gloeit weer. Why? Why? Sorry. Why? Waarom? Because of the glory of God. Vanwege de glorie van God. Listen, the glory of God will do supernatural things to you. Want de glorie van God doet bovennatuurlijke dingen voor jou. What is impossible outside of the glory is possible in the glory. Wat onmogelijk is buiten de glorie is mogelijk binnen de glorie. Your body reacts differently in the glory. Je lichaam reageert op een andere manier wanneer je in de glorie there bent. There is a level we have not yet reached, people. Er is nog een niveau wat we nog niet hebben bereikt, mensen. No, the Baptist movement told us once you are saved, that's it, you've arrived. De dopelingen en de baptisten hebben ons bereikt als je eenmaal gedoopt bent, dat is het. Then the Pentecostal movement came and they said, listen, you need a second experience. Toen kwam de Pinksterbeweging, die zei je hebt een tweede ervaring nodig. And everybody goes for a second experience. En iedereen ging voor de tweede ervaring. Extra portion. Een extra deel. And you receive the second experience. En dan ontvang je het tweede deel. But listen, after the second experience, maar na die tweede ervaring, there's a third experience. Is er een derde ervaring. And there's a 574th experience. Een 570ste ervaring. And a 1637th experience. En er is een 1627ste ervaring. Amen. Amen. Never stop seeking God. Dus stop nooit met het zoeken van God. Don't allow people to tell you you've arrived already. Sta niet toe dat je alles al hebt ontvangen. The apostle Paul said. De apostel Paulus die zegt: I want to know Christ. Ik wil Christus kennen. I mean, he had seen so much. Hij had al zoveel gezien. I want to know Christ. Maar hij zei: ik wil Christus he kennen. Was consumed by the hunger for the glory of God. Hij had nog alleen maar honger voor de glorie van God. All right, one day Moses was up on the mountain. Dus op een dag was Mozes daar boven op de berg. And God opened the curtains of heaven. En God die deed de gordijnen van de hemel and open. Moses, look up here. En hij zei: Mozes, kijk eens hier. Moses looked up. En Mozes keek naar boven. And said, listen, this is my tabernacle up here. En hij zei: Mozes, dit is mijn tabernakel hier. I love my tabernacle so much. Ik hou zoveel van mijn tabernakel. Build me a replica on earth. Misschien kan je een kopie voor mij maken hier op aarde. How many of you know right now as I speak there's a tabernacle in heaven? En hoeveel van jullie weten dat er is ook een tabernakel in de hemel? If you read the book of Hebrews, it's there. Als je Hebreeën leest, dan staat dat daar. So what Moses built on earth was just a copy. Dus wat Mozes bouwde op aarde was alleen maar een kopie. So Moses got all the details, the measurements, the materials. Dus alle details en de materialen, alles naar Mozes op. He comes down. En hij gaat weer naar beneden. And they built the tabernacle. En ze bouwden de tabernakel. And as they finished the tabernacle. En de tabernakel betekent. Let's open our Bibles. Laten we onze Bijbels openen. Leviticus chapter 9. In Leviticus hoofdstuk 9. Leviticus chapter 9. In Leviticus hoofdstuk 9. We're going to read from verse 5. En dan gaan we lezen vanaf vers 5. They took the things Moses commanded to the front of the tent of meeting. En toen namen zij wat Mozes geboden had en brachten het voor de tent van ontmoeting. And the entire assembly came near and stood before the Lord. En heel de gemeenschap kwam naar voren en stond voor het aangezicht van de Heer. Then Moses said. En toen zei Mozes. Now listen. Nou luister. Then Moses said. En Mozes zei. This is what the Lord has commanded you to do. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Doe het. Listen, Moses is sharing his secret. Dus Mozes die deelt zijn geheim. Listen, whenever Moses walks up the mountain, dus elke keer wanneer Mozes de berg the mountain gaat, shakes. Dan schudt de berg. And the glory of God comes down. Want de glorie van God komt naar beneden. Yeah, there was a secret Moses knew.
Er was een geheim wat Mozes kende. When Miriam walks up, nothing happens. Wanneer Miriam naar boven gaat, gebeurt er niets. When Aaron walks up, nothing happens. Wanneer Elia naar boven gaat, gebeurt er niets. But once Moses steps his foot in the mountain starts to shake. Maar wanneer Mozes naar boven gaat, begint de berg te schudden. And the glory of God comes down. En de glorie van God komt naar beneden. There was a secret he knew. Er was een geheim wat hij he kende. He knew how to bring the glory of God down. Hij wist hoe hij de glorie naar beneden kon brengen. And now in verse 6 he is sharing this secret with Aaron and his sons. En met in vers 6 dan deelt hij dit geheim met Aaron en zijn zonen. This is what the Lord has commanded you to do. En dit is het woord dat de Heer geboden heeft om te doen. So that the glory of the Lord may appear to you. En dan zal de heerlijkheid van de Heer aan u verschijnen. There is something you can do. Er is iets wat jij kan doen. So that the glory will appear to you. Zodat de glorie aan jou zal verschijnen. Amen. Amen. There are three things you can do today. Er zijn drie dingen die je kan doen vandaag. And the glory will appear to you. En de glorie zal aan jou verschijnen. To you personally. To you personally. Aan jouw family. Aan je familie. To your business. En aan je zaken, to your ministry, to your church. Aan je bediening en je kerk. Three things. Drie dingen. To trigger the glory of God. Zodat je de glorie van God zal aantrekken. How many of you would know these three things? Wie van jullie willen die drie dingen weten? Amen. This can change your life. Dit zal je leven kunnen veranderen. This can make your life glorious. Dit zal je leven glorieus kunnen maken. Three things. Drie dingen. Let's jump to verse 22. Laten we even verder gaan naar vers 22. And here we find a summary of what Aaron did. En hier vinden we een samenvatting van wat Aaron deed. Then Aaron filled his hands, lifted his hands towards the people. Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk. And blessed them. En hij zegende hen. And having sacrificed the sin offering. En nadat hij het zondoffer had gebracht. The burnt offering. Het brandoffer. And the fellowship offering. En het dankoffer. He stepped down. Kwam hij naar beneden. Something was about to happen. En er stond iets te gebeuren. After he sacrificed the sin offering. Nadat hij het zondoffer had gebracht. The burnt offering. Het brandoffer. And the fellowship offering. En het dankoffer. Heaven opened. De hemel opende in zich. Heaven something happened. Er gebeurde iets in de hemel. And he stepped down. En hij ging naar beneden. Now, then they went to the tent of meeting. En toen gingen ze naar de tent van samenkomst. They came out again. Ze gingen er weer uit. The Bible says in verse 23. De Bijbel zegt in vers 23. When they came out. Toen ze eruit kwamen, they blessed the people. Zegenden ze het volk. And the glory of the Lord appeared only to Moses. En de heerlijkheid van God verscheen alleen aan Mozes. No. Nee. And the glory of the Lord appeared to all the people. En de glorie van God verscheen aan heel het Halleluja. Volk. Halleluja. From this moment on. Dus vanaf dit moment. The people of Israel were known as the people where God dwells. Er stond het volk van Israël bekend als het volk waar God woonde. The Shekinah glory settled in the midst of the people. De Shekinah glorie was te midden van het volk. Moses knew it all these days. Dus Mozes die wist het al zijn dagen. He had been doing it all these days. Hij had het al zijn dagen al gedaan. He had brought his sin offering and burnt offering and fellowship offering. Hij had het zondoffer, brandoffer en dankoffer gebracht. He would walk up the mountain. De berg opgegaan. And the thing would shake. En de berg zou begonnen te beven. Aaron didn't know. En Aaron wist het niet. Now he told Aaron what to do. Nu heeft hij het Aaron uitgelegd. Okay. Okay. Fire came out from the presence of the Lord. En het vuur kwam van het aangezicht van de Heere. Now this was physical fire. Nou, dit was echt vuur. And consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. En verteerde het brandoffer en de verdelen op het altaar. And when all the people saw it. En toen heel het volk dit zag. They became very quiet. Werden ze heel erg stil. Went to church. Ze gingen naar de gemeente. And lit some candles. En ze staken wat kaarsjes aan. It looks like they were our brothers. Kijk wat er staat. And when all the people saw it. Toen heel het volk dit zag. They shouted for joy. Juichten ze van vreugde. And they fell face down. En ze wierpen zich met het gezicht op de aarde. That looked like a charismatic meeting there. Het lijkt me een geweldige bijeenkomst daar. They were on the floor. Ze waren op de grond. Worshiping God. Ze aanbaden God. Shouting. En ze riepen het uit. Demons being cast out. En de demonen vluchten. Sick people being healed. En de zieken werden genezen. Because of the glory of God that descended upon them. Want de glorie van God die daalde neer op hen. And they were shouting. En ze juichten. There was joy. Er was vreugde. Because of the glory of God. Vanwege de glorie van God. For those of you who have not noticed yet. Van degenen die het nog niet doorhebben. Our God is not a boring God. Onze God is geen saaie God. Our God is not German. Hij is geen Duitser. But neither is he Dutch. Maar hij is ook geen Hollander. Halleluja, amen. Halleluja, amen. I mean,
He loves joy. Hij houdt van vreugde. And they rejoice. En hij verheugt zich. And they were shouting. En ze riepen het uit. And I believe I know who shouted the loudest. En ik geloof dat ik weet wie het hardste juichte. I mean, Aaron was like crazy. Aaron die was helemaal gek hey, geworden. Hey, I did it! Hey, I did Moses, it! I did it! Ik heb het gedaan. I brought the glory down. Ik bracht de glorie naar beneden. You can bring the glory down to your lives. Je kan de glorie naar beneden brengen in jouw leven. Three things you must do. Drie dingen moet je doen. Sin offering. Een zondeoffer. Burnt offering. Brandoffer. Fellowship offering. Dankoffer. It will trigger the glory of God. Dat zal de glorie van God naar beneden brengen. Amen. Amen. Now in those days, if you sinned, nou in deze dagen wanneer je zondigde, you would get a lamb. Dan moest je een lammetje meenemen. Go to the priest. Ga naar de priester. Say, priest, I have sinned. Zei priester, ik heb gezondigd. And the priest said, oh, you again. En de priester zei, oh jij You've weer. Been here yesterday. Je was hier gisteren al. What have you done since yesterday? Wat heb je sinds gisteren weer uitgevreten? Oh, you know, I'm very sorry. Ja, sorry, het spijt me. Put the lamp down. Oké, okay, zet het lam neer. Confess your sins. En beleid je zonde. You'll confess every sin. Ik beleid elke zonde. And he'll kill the lamb. En dan dood je het lam. Amen. I'm Amen. Sorry if you're vegetarian. Sorry, als je vegetariër bent. So he killed the lamb. Dus hij doodde het lam. And the sin was atoned for. En er was verzoening gebracht door het lam. It was gone. Het was weg. Amen. Amen. But just imagine we would have this same system today. Stel je voor dat we vandaag de dag nog datzelfde systeem zouden hebben. Pastor Brett, this conference would be empty. Dan zou deze conferentie helemaal leeg zijn. Because everybody would be going to Israel to Jerusalem. Want iedereen moet naar Israël, naar Jeruzalem. Your lamb under your arm. Met je lammetje onder je arm. Always booking two tickets. Altijd twee tickets boeken. For you and for your lamb. Voor jou en voor je lam. Thank God those days are over. Oh, wat prijst de Heer dat die dagen voorbij zijn. Amen, they are over. Amen, ze zijn Because voorbij. Because one day as John the Baptist was baptizing people. Want op één dag toen Johannes de Doper de mensen aan het dopen was. He saw Jesus bypassing. Zag hij dat Jezus voorbij kwam. And he got very excited. En hij werd heel erg opgewonden. That behold. Hij zei, zie. Look there. Kijk daar. The Lamb of God. Het Lam God. That takes away. Wat neemt the sins of the whole world. Van de hele wereld. Somebody clap for Jesus. Come on. Come up. Geef een klap over aan Jezus. He took away the sins of the whole world. Hij nam weg de zonde van de hele wereld. My sins were taken away. Mijn zonden werden weggenomen. My past sins. Mijn zonden uit het verleden. My present sins. Mijn huidige zonden. And my future sins. En mijn toekomstige zonden. They're all paid for. Dat is allemaal betaald. Oh, does that license me to become a sinner? No. Geeft dat mij dan toestemming om te zondigen? I don't want to sin. Ik wil helemaal niet zondigen. I love my Lord too much. Ik hou te veel van mijn Heer. Amen. But Amen. If I do, maar wanneer ik het doe, it's covered. Dan is het al bedekt. Because the Lamb of God took all the sins. Want het Lam Gods nam alle zonden. All the sins of Germany and the Netherlands and Europe and Africa and the whole world. Alle zonden van Nederland, Duitsland, van Afrika, van heel de wereld. And he paid it once for all. En hij heeft het eens en voor altijd betaald. The only thing you have to do today. Het enige wat je hoeft te doen vandaag. Is to receive that sin sacrifice. Is dat zondoffer te ontvangen. The Bible says in Romans 3:23. De Bijbel zegt in Romeinen 3 vers 33. For all have sinned. Want alle hebben gezondigd. And what? En they fall short of the glory of God. En ze ontberen de glorie van God. There it is. Sin makes you fall short of the glory of God. En door de zonde hebben we geen glorie van God. But as you remove the sin, maar als je de zonde verwijdert, the glory returns. Dan komt de glorie weer terug. Amen. Now I don't know. You may be a Christian. Misschien ben jij een christen. Maybe you have the fire insurance. Misschien een verzekering voor de brandweer. Yes. You know what the fire insurance is? Weet je wat een brandverzekering is? I mean spiritually. Dan geestelijk gezien. That means you're not going to burn in hell. Dat betekent dat je niet zal branden in de hel. Amen. So many of you just got your fire insurance, you're happy. Dus misschien hebben jullie allemaal net je brandverzekering en je bent hartstikke blij. And now you just continue with your own life, you do whatever you want. Gewoon met je oude leven door. That's a very low level of life. Dat is een heel erg laag niveau van leven. God wants you to live a glorious life. God wil dat je een glorieus leven hebt. If you want to live a glorious life. Als je een glorieus leven wil repent hebben. Repent of your sin. Dan bekeer je van je zonde. Live a holy and pure life. En leef een heilig en een zuiver and leven. The glory will settle in your life. En de glorie zal zich neerzetten you must in je leven. Repent. Je moet je bekeren. And I don't care whether you're a church member. Het maakt mij niet uit of je een lid bent van een kerk. A choir singer. Of zingt in het koor. A pastor, an elder. Een voorganger of een oudste. If there is sin in your life. Wanneer er zonde is in je leven. The glory is decreasing. Dan zal de glorie zal afnemen. Yes, amen. Ja, amen. The kingdom of God is not chicken business. Het koninkrijk van God is geen kinderspel. You cannot just behave anyhow and expect God to bless you. That doesn't work. Je kan je niet zomaar gedragen als je wil bij God. There are many ministries who have a great gift but no character. Maar er zijn heel veel bedieningen die hebben geweldige gaven maar geen karakter. If God has gifted you, als God je gaven heeft gegeven, the gift will bring you up.
De gave die hij je heeft gegeven. But if you lack character, it will bring you down. Maar als je geen karakter hebt, zal het je weer naar beneden brengen. So live a holy and pure life. Dus leef een heilig en een zuiver leven. And the glory of God will come into your life. En de glorie van God zal in je leven komen. Amen. Amen. So I believe all of you, most of you have experienced Jesus Christ as their Lord and Savior. Zo, ik geloof dat de meeste van jullie kennen de Heer Jezus al als Heer en Redder. But don't stop there. Maar stop niet op dat punt. Continue. Ga verder. Press in. Druk door. Now we are moving to the burnt offering. Nu gaan we verder naar het brandoffer. Now just imagine. Dus stel je voor. You have this little lamb. Je hebt dit kleine lammetje. And you paid for it. En je hebt ervoor betaald. And then you're cleaning after it. En dan ben je daarna aan het schoonmaken. You're feeding it. Je voedt het. And you hope for some nice lamb chops. En je hoopt voor wat lekkere lamsboutjes. Lamb curry. Voor wat lamb curry. I mean, it's very nice. Dat is echt heel lekker. So then I mean, the lamb is growing up, and every day it looks like, oh, yummy, yummy. En je lammetje groeit op en je denkt, yum, 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 yum. And then, as it grows, announce the day. En dat je denkt, er zal een dag zijn. You are excited. En dan word je heel erg opgewonden. And then you hear a voice. En dan hoor je opeens die stem. Give this lamb to me. Geef dit lam aan mij. I rebuke you, Satan. Ik zeg, ik wederstij je, Satan. Give your lamb to me. Geef je lam aan mij. I am not Satan, I'm your God. Ik ben niet Satan, ik ben jouw God. Amen. Amen. Oh, Lord, I'm sorry. And you take the lamb. En je neemt het lam. God, if you said burnt offering, I'm going to bring a burnt offering. En als u zei, Heer, breng een brandoffer. Oké, ik ga een brandoffer brengen. And then grudgingly you go to the priest. En een beetje mopperend ga je naar de priester. You bring the lamb. Je neemt het lammetje mee. So here it is. En hier is het. So you again. Oh, jij weer. What did you do this time? Wat heb je nou weer gedaan? No, it's different this time. It's different. Nee, het is echt anders dit keer. I heard God speaking to me. Ik hoorde God tot mij spreken. And God told me I must bring the lamb. En God zei me dit lam te brengen. Oh, it's a sin offering. Het is geen zondoffer. But a burnt offering. Het is een brandoffer. The priest said, "Do you know what the burnt offering means?" En de priester vraagt: "Weet je wat een brandoffer betekent?" I will kill that lamb. Ja, ik zal dat lam zal ik doden. I will clean it. Ik zal het schoonmaken. And I will burn all your chopsticks, drumsticks, en ik zal everything. Al je lamsboutjes zal ik verbranden. I'll burn the whole thing. Alles zal in de brand opgaan. You still want to bring the burnt offering? Wil je de brandoffer nog steeds brengen? Yes, sir. God told me. Ja, Heer, God zei het me. And then he kills the lamb. En dan doodt hij het lam. And he burns it 100%. En het wordt voor 100% verbrand. And you watch your lamb curry go up. En je ziet dat je lamsboutjes gaan de lucht in. And then your stomach starts talking to you. En dan begint je buik, je maag tot je te spreken. But now you're in the spirit. Maar nu ben je al in de geest. Because you're surrendered now. Want je hebt alles al overgegeven. Amen. Amen. Listen, the burnt offering today represents surrender. Dus brandoffer vandaag betekent overgave. 100% surrender. Een 100% overgave. And today more than ever we need Christians who are surrendered 100%. En vandaag de dag meer dan ooit hebben we christenen nodig die zich voor 100% overgeven. Not just 10%. Niet alleen maar 10%.